Deze beschouwing, die betreft een boekbespreking van het boek De werkelijkheid zoals we die waarnemen. Dat boek is geschreven door Martin Vrijland en het is uitgegeven in 2019. En er staat niet bij door welke uitgever of wel. Nee. Je kan het bestellen bij Martinveiland.nl, denk ik. Ik heb het gekregen. van een kijkeraar van mij. En ik zal uit. Uh, weet ik wel, privacy en zo. zal ik niet zeggen hoe ze heet. Maar als je mij een beetje volgt. via Facebook. dan zou je kunnen weten wie het is. Dat is een Facebook-kennis. Ik heb hem nooit in het echt ontmoet. By the way. En die leek het ook wel uh, leuk. Of die leek het leuk dat ik dit boekje eens zou lezen. Voor mij heb ik een gloednieuwe gekregen. Het was echt heel netjes ingepakt. Nou, de werkelijkheid zoals we die waarnemen, heb ik in de afgelopen weken gelezen, steeds een paar pagina's per dag. En dan ook dingen onderstreept en vraagtekens gezet. Ik heb het met aandacht gelezen. En de, ja, de teneur van het boek is dat wij, staat hier denk ik, ja, de, dat de mensheid wordt van de wieg tot, van wieg tot graf in een collectieve Truman-show gehouden. En dat is dan naar de film The Truman Show, waarin Jim Carrey de hoofdrol speelt. Het is dus een, een, een boek waarin verteld wordt dat wij Jim Carrey zijn, wij allemaal dus. Hè? En wij worden voor de gek gehouden omdat de wereld waarin wij leven, die is niet echt zo, maar dat is een simulatie. Dus die is niet werkelijk. En dan is er natuurlijk een werkelijkheid, die er wel is, maar die zit dan achter deze wereld. En wat hij nu zegt, is dat in ons. Zonnestelsel, daarin is een planeet en die heet Saturnus. En Saturnus, dat was vroeger, voordat het Saturnus was, was dat Proto-Saturnus. En dat was een, een bruine dwergster. En die zat ingekapseld in een mini-universum met zijn eigen atmosfeer. Dat kennen wij op zich niet, hè? Een, een mini-universum met een eigen atmosfeer. Omdat de atmosfeer die kennen wij alleen rondom de aarde. En gaan wij buiten, daar gaan we echt het universum in. Bijvoorbeeld toen we naar de maan gingen. Zeggen we dan dat we daar geweest zijn. Hè? Maar daarbuiten is geen atmosfeer. Hè? Maar de, je had dan Proto-Saturnus. En dan had je daar de Aarde in. Maar ook. Oké hoor, de Aarde, Titanus en Mars. En hij geloofde, Martin Freiland gelooft dat een wetenschapper, en die heet Wal. Van Walter of zo, Wal Thornhill. Die heeft dit uh, opgesteld. En hij is verbonden aan het. Dus Wal Thornhill. Die is verbonden aan het Thunderbolts-project van David Talbot. En enkele duizenden jaren geleden. Dat is echt vrij recent, hè, astronomisch gesproken. Enkele duizenden jaar geleden was de Aarde onderdeel van een bruin dwergstel, dwergster stelsel, Proto-Saturnus dus. En de Saturnus-planeet die wij heden vandaag kennen, is ontstaan als gevolg van het arriveren van de Proto-Saturnus-bruine dwergster in het huidige Zonnestelsel. Waarin de zon, die nu aan onze hemel staat, een centrale rol vervult. En de bruine dwergster, die is elektrisch geladen. En ons zonnestelsel heeft dat mini-stelsel van de bruine dwergster open doen barsten. En de aarde en Mars uit het zwaartekrachtveld van proto-Saturnus getrokken... en in de baan van de zon gebracht. Dus. Nou, zo zit het dus. En wij weten dat dus helemaal niet. Wij denken dat de zon... ja, die is in het midden... en dan heb je Mercurius... En dan heb je Venus... dan heb je de aarde... dan heb je Mars. Kijk hoor, mijn vader had meestal... jonge Jupiter... ...spruitjes, dat is Saturnus... ...uit, dat is Uranus... ...nieuwe, dat is Neptunus... ...en een pekela. Mijn vader had meestal... ...jonge spruitjes uit nieuwe pekela. Ja, dat is niet waar... ...want mijn vader die... ...had wel graag spruitjes... ...maar niet per se uit nieuwe pekela... ...maar het is een ezelsbruggetje... ...voor de namen van onze planeten. Maar Saturnus komt dus... ...dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt... Want het was namelijk van origine niet een planeet, maar het was een dwergster, een bruine dwergster die elektrisch geladen was. En de aarde die zat in dat mini-universum. En dat mini-universum had een eigen atmosfeer. Dus dat was iets heel bijzonders. En dat de aarde in het zonnestelsel is gekomen. Dat is dus nog niet zo lang. Dat is een, maar een paar duizend jaar geleden gebeurd. En dan geeft u nog aan om een bepaalde YouTube-film te kijken. En daar staat ook netjes alles bij. Uh, in het boek dan, hè? Zo, hoe je dat moet vinden. En nu hebben we dus die planeet Saturnus. Maar dat was dus eigenlijk iets heel anders. En een van de um, dingen waarmee Martin Freiland dat aannemelijk maakt, is het feit dat uh, de uh, planeet Saturnus heel veel gebruikt wordt in logo's van allerlei ondernemingen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft, hoor. Dat, ik heb dat nog niet echt getest, maar. Ja, de Saturnus met die ringen, weet je wel? Dat kan je natuurlijk heel fraai gebruiken als logo. Dus ik, ik geloof hem direct hoor. Dat... Hij zegt ook hier in het boekje. In verband met copyright claims uh, zal ik hier. Dat is dan ik, dat is dan Martin Vrijland. Niet de foto's van alle bedrijfslogo's wereldwijd tonen die naar Saturnus verwijzen. Ja, want dan krijg je een probleem dat mensen zeggen, hé, dat is ons copyright. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En Martin Vrijland zegt dan van, ja, zie je wel, dat was proto-Saturnus. En daar komt het allemaal vandaan. En die proto-Saturnus, dat is het centrum van de virus stamcel. En de virusstamcel dat is de. Nou dat is dus de werkelijkheid. Wij leven in een, in een simulatie. We denken dat we dus in een werkelijkheid leven, maar die is niet werkelijk. Die wordt gesimuleerd. En die simulatie die vindt plaats door een, een virusstamcel. En dan moet je denken aan een virus in de zin van een computervirus want een simulatie. Dat is ook de, het beeld wat Martin gebruikt dat wij mensen zijn door die simulatie gereduceerd tot een poppetje in een simulatie. Dus door protosaturnus. Een protosaturnus is het centrum van de virusstamcel. En uh, die doet ons geloven dat wij niets meer zijn dan een avatar. Dat is dan de benaming voor zo'n poppetje in een computerspel. In een simulatie. Ja. Hey, Martin ziet een duidelijke band met Babylon. En het, het heidendom. Nou, Babylon kennen wij. Dat is, ja, de mag aannemen dat jij het ook weet. Babylon wordt in de Bijbel ook vermeld. En hij maakt een link naar de maangod Allah. Dus ja, dat zullen de Mohammedanen niet echt leuk vinden. Dat. Uh, Martin Freiland, uh, de Koran koppelt aan Babylon. En zegt: van ja, die Allah van de Koran, dat is de maangod van Babylon. En de maangod van Babylon is dan getrouwd met de zonnegodin. Dus de maangod is dan een mannetje en de zonnegod, dat is een godin. En die zonnegod is ISIS. En samen hebben zij drie dochters gekregen. Nou, hier gaan Mohammedanen, denk ik, helemaal stijl van overeind staan. En oh, dat pikken we niet. Maar maak je niet ongerust, hij gaat ook nog eventjes de Bijbel op een hele andere manier afbeelden. En ik vind dat dat mag hoor. Dat... Er staat hier op meerdere vlaggen van islamitische landen: ziet u een soort halve maan afgebeeld. Maar nou, dat woordje soort kan weg, hè? Het is niet een soort halve maan, het is een halve maan. Er staan ook wat typfouten in het boek, maar. Dat vind ik dus zelf niet uh, kosher, niet goed, maar ja, daar wil ik dan niet mee uh, stilstaan. Als Martin wil weten welke het zijn, dan kan hij mij een mailtje sturen en dan zal ik het voor hem nog eventjes uh, doorspitten. Nou, en dan komt hij, en dat vind ik dan wel tof, dat hij een link legt tussen uh, het Vaticaan en Babylon. En dat het. Uh, zat hij ook hier? Uh, zoekt u maar eens op YouTube, dit is Martin, hè? Naar nou, de video met de titel: Vatican declares Lucifer is God. Dat klopt, dat heb ik ook gezien. Ik neem aan dat dit hetzelfde filmpje is, wat hij bedoelt. Dan zie je zo'n Vaticaan-jongeman. Uh, uh, iets in het Latijn, en dat is dan ondertiteld. En dat is zoiets zoals, zo, uh, Oh, Lucifer. Uw heiligheid, dat klopt. Het Vaticaan is heidendom. Dat, dat weet ik. Dat weet ik al sinds dat ik twaalf, dertien was. Ja, je hoeft alleen maar de tien geboden van Mozes uh, te begrijpen om dan te snappen dat de katholieke kerk, het Vaticaan dus, dat die het tweede gebod met voeten treedt. En dat kan je natuurlijk niet maken als uh, Bijbels organisatie, dus ben je geen bijbels organisatie, dus ben je heidens. Nou, ja, dat, dat zie ik totaal met hem en dat zie ik met hem hetzelfde. Ook zie je hier iets, uh, uh, en daar legt hij een link tussen Egypte en Babylon. En dan zegt hij hier: de discussie welk rijk nu eerder was, Babylon of Egypte, lijkt nog niet helemaal gewonnen. Nou, dat woordje. Nou, de discussie welk rijk nu eerder was, uh, is nog niet gewonnen. Ik zou het niet weten wat er al een uitspraak over is. Ik zelf heb het idee dat die beide tegelijkertijd hebben bestaan. Als je de Bijbel erbij pakt, dan lijkt het mij dat het ongeveer gelijktijdig was. Nou. Nou, dan komen er wat. Uh... Nou, dingen, en die zijn dus wel helemaal waar. Um, Albert Pike, dat was een belangrijke figuur uit de Schotse Rite van de vrijmetselarij. Dat is de Schotse rite van de vrijmetselarij, dat klopt. En hij had te maken met de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog, geloof ik ook direct. Hij zat in de advocatuur, hij was dichter en ook nog lid van de Ku Klux Klan, geloof ik ook direct. Dat wist ik dan al nog niet hoor, maar dan komt een belangrijke. Er is een gedenkteken voor Albert Pike. En dat staat in Washington. Washington DC. En dat weten ook nog maar weinig Amerikanen eigenlijk. En Albert Pike heeft in 1878 een brief geschreven aan een vriend, een kennis van hem, Ruizep Massini. Dat was ook een vrijmetselaar. En daarin schetst Albert Pike een soort plan voor het uitlokken van drie wereldoorlogen. En ik weet van die brief en ik weet van de inhoud en ik weet dat dit verhaal klopt. En de Eerste Wereldoorlog, ja, dat was niet echt een wereldoorlog. Maar het was wel heel indrukwekkend hier in Europa. Het is eigenlijk een Europa-oorlog. En Europa is niet de wereld natuurlijk. Maar de Eerste Wereldoorlog, dat is gebeurd. En de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En het is allebei gebeurd op de wijze waarop Albert Pike dat uh, schetste. En nu zitten wij in de tijd van de Derde Wereldoorlog. En. Dat is dan die, uh, uh, ja, die oorlog tegen het terrorisme. Maar het gaat dus eigenlijk over een oorlog tussen de. dat ze de, de, de Mohammedanen op willen zetten tegen de Joodse mensen, de staat Israël. En ja, dan staat er ook, en dat klopt ook, dat staat in die brief van Albert Pike. Dat als die oorlog tussen het Jodendom en wat erbij hoort, het politieke zionisme. Dus in Amerika is, ja, in Amerika kan je alleen maar zitting nemen in de senaat. Of door dat andere congres of zo. Maar in beide gevallen moet je een document ondertekenen. waarin jij helemaal zegt te gaan voor het zionisme. Anders kan jij een politieke carrière in Amerika vergeten. Dat weet ik. Dus het, het is een oorlog tussen Amerika en de Arabische wereld. En dan de Mohammedaanse Arabische wereld. En als die oorlog. Uh, ja, helemaal uitgeknald is. En dan krijgen we een hele grote, zat hij dan? Hè? Een volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. Als, als we dat gehad hebben, dan gaan ze. De nihilisten en de atheïsten op ons loslaten. Dus dan krijgen de nihilisten krijgen dan een ruzie met de atheïsten ofzo. En als die oorlog geweest is, dan is het publiek klaar om het ware licht van Lucifer te aanvaarden. Dat klopt, dat dus staat in die brief van Albert Pike. Dat weet ik. En zo zijn er een hele hoop dingen in dit boek die. Ja, dat, dat klopt allemaal wel. Dat verhaal van die maangod met Allah, daar zit wat in hoor. Dat. Dus uh, Eric, nee niet Eric, um, Walter, Walter Feit, die heeft daar wat over gezegd. Er zijn daar veel dingen op en dat zou dus ook verklaren waarom in die Mohammedaanse vlag dus de die halve maan zit. Dat refereert aan die maangod. En er is ook een, een katholieke priester geweest die heeft zijn priesterschap vaarwel gezegd en die heeft verteld aan de gewone mensen dat hem is verteld in het Vaticaan, by the way, tijdens een studiedag, reis, dingen, dat het Vaticaan achter het schrijven van de Koran zat. Maar het Vaticaan is Babylon en Ja, dus het, dan valt alles op zijn plek. Hè. En dan ga je ook snappen waarom uh, de kleding van nonnen die in zo'n klooster zitten, hè, waarom die kleding zoveel lijkt op de kleding van Mohammedaanse vrouwen. En waarom zowel de katholieken als de Mohamedanen uh, dat gebruik hebben met de. Noem um, ik het ook alweer ergens naartoe gaat. Um, bedevaart, En de Mohammedanen noemen dat de Hajj, dacht ik. En je moet één keer per jaar, moet je daar geweest zijn. Dat hebben de katholieken ook. Nou, en dan gaat hij uh, zegt hij de Bijbel ontmaskeren. En wat het, de, de Bijbel volgens Martin is... ...dat de, de God van de Bijbel... ...die zit achter het uh, Saturnus-virus. Uh, dus de, de God van de Bijbel is niet de God van de schepping... Maar de God van de Bijbel is Satan. En uh, Lucifer. En Maria. En dan weet ik niet of die hier Maria Magdalena bedoelt. Of Maria, de vrouw van Jozef. Maar Maria uit het Nieuwe Testament. En dat, Die samen met Lucifer. En die komt dus voor in het Oude Testament. Maar die twee personen. Uh, die. Waren de bron van het proto-Saturnus bruine dwergsterstelsel. En Maria en Lucifer. die hebben samen. de stamcel van het virussysteem gevormd. En het virussysteem. dat is dus het originele universum binnengedrongen. Nou, zo zit het eigenlijk in elkaar. Dus. De Uh, de Bijbel en de Koran, dat zijn duivelse, demonische werken? Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus uh, ja, je hebt je dus verschrikkelijk vergist als jij de Bijbel hebt gelezen en je dacht dat het ging om een schepper en dat die schepper. Uh, nou, dat hij om jou geeft, dat is dus niet zo. Die schepper is de, dat is de duivel. En de, de, dan moet je dus weten: van ja, maar als dus de God van de Bijbel, samen met Lucifer en Maria, die hebben dat proto-Saturnus gebeuren geschapen. Waarbij dan Lucifer en Maria, die waren dan als eerste en de God van de Bijbel kwam erachteraan. Zo ongeveer, hè? Dan vraag jij je, je af, ja, maar wie heeft dan het originele universum geschapen. waarin dat virus welig kon gaan tieren? Nou, dat hebben wij geschapen. Wij zijn medescheppers van het universum. En wij moeten teruggaan naar het bewustzijnsniveau, naar de scheppende basisvorm die wij, de mensen, van origine zijn. En wat wij van origine zijn is het totipotente stamcelbewustzijn. Ja. En als jij je bewust bent van je scheppende totipotente capaciteit, dan kunnen wij dat virus, wat ons universum heeft uh, geïnfecteerd, dus de, wat er van dat proto-Saturnus komt, hè? En dat is dus eigenlijk een soort computercode. Wij kunnen die computercode dan herprogrammeren. En dan kunnen we het virus uitschakelen. En hij zegt dan hier: uh, wij moeten steeds opnieuw beseffen, een quote, een letterlijk quote: ik ben niet mijn lichaam, ik ben niet mijn gedachten, noch emoties of pijn, ik ben een totipotente stamcel bewustzijnsvorm die de verandering kan inzetten vanaf dat niveau. Ja. En expliciet uh, waarschuwt hij ook nog voor de apostel Johannes, uh, de schrijver van het vierde evangelie. En hij zegt: uh, Pas op voor die man, want uh, dat is een leugenaar. Ja, nou ja. Ik, ik weet dan niet precies wat uh, de Apostel Johannes dan gezegd heeft. Hij heeft wel ergens een. Ik weet niet of ik dat snel kan vinden hoor. Daar zegt iets ergens over de Apostel Johannes. En dan heeft hij het met name over het boek Openbaring. Het laatste boek van de Bijbel. Maar dat is dus niet het enige boek dat Johannes heeft geschreven. Johannes heeft ook het vierde evangelie geschreven. Het vierde evangelie wat naar mijn mening zo geweldig begint met de, de term of met de zin. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Ja, kijk dan. Dat is in de. Oh ja, hier zegt het. Ja, zegt hij hem. Um, puntje, puntje, puntje. Is het best interessant om dat Bijbelboek Openbaringen. Ja, dat vind ik dus lelijk. Dat, um, het boek heet Openbaring. En niet zijn meervoud. Het is dé openbaring van. Jezus Christus. Opgeschreven door Johannes. Dus uh, Jezus Christus heeft het geopenbaard aan Johannes en het heet dus de Openbaring van Christus Jezus. En niet openbaringen. Maar in het kader is het best interessant om dat Bijbelboek Openbaring dus eens te lezen. Het heeft veel weg van een soort psychedelische trip. Van die zogenaamde profeet Johannes. En het gaat voornamelijk over een God die erg van verwoesting houdt. En een paar uitverkorenen spaart voor zijn vernietigingsdrang. Ja, ja dat is. Ja, goed, dat. Zo kan je dat boek samenvatten. Ja. Ik zou uh, het boek Openbaring niet op die manier uh, willen samenvatten. En volgens mij was Johannes uh, niet aan de drugs. toen hij op Patmos zat. Daar heb ik helemaal geen aanwijzingen voor. Maar het neemt niet weg dat je dat wel kan. Uh, ja, dat je die mening kan hebben. En die mening heeft Martin dus. En dan nou, nou, mag je het ook opschrijven ook natuurlijk. Hè. En hij zegt dus ook dat God... Dat is een vreed wezen. Die alleen maar schept om het weer te vernietigen. Ja. Ja, dat, dat is. Ja, maar hij heeft natuurlijk gelijk. Ik bedoel, dat met die zondvloed. Ja, het is duidelijk dat dat heeft. Alleen maar een handjevol mensen weten te overleven. En voor Sodom, Saddam, Sodom en Gomorra geldt hetzelfde. Die twee steden, twee regio's, die werden totaal vernietigd. En. Ja, in het boek De Apocalypse wordt duidelijk gemaakt dat er nogal wat gaat gebeuren. En het is niet al te vrolijk. En dan, ja, dan, is dus, en dan zegt Martin dus: van, Ja, zie je wel, die God is helemaal niet aardig. Die God van de Bijbel is niet aardig. Dus dat moet de duivel zijn. Ja, nou ja. En aan de andere kant zegt hij dus wel dat Johannes... Uh, ...wel degelijk gelijk heeft in zijn voorspelling. Dus bijna kijkt hij dus naar de hedendaagse tijd en denkt hij... ...ja, Johannes heeft wel gelijk. Alles wat er nu gebeurt, dat heeft Johannes wel goed voorspeld. Dus... Maar dat maakt hem dan nog steeds een leugenaar. Nou, dat snap ik dan niet helemaal goed. Maar... En hij, uh, Martin, zegt dus ook dat, hier uh, staat een mooie zin, um, dat hij eerder heeft verteld in andere artikelen dat er engelen. Zijn en die zijn inputs in de simulatie. En die engelen worden aangestuurd door de bouwer. En die bouwer van. Um, dat. Ja dat, dat zijn dus wij volgens mij. Of bedoelt hij hier de, de, de virus simulatie. Want je hebt dus de. Nou. Nou dat, dat staat hier dan niet helemaal duidelijk. Maar dat kan Martin dan misschien in een volgende versie. Duidelijker opschrijven. En hij zegt dus dat de regenboog, die in de Bijbel staat als het de overeenkomst tussen God en de mens, waarin God de mens heeft beloofd van dit zal ik niet meer doen, zo'n zondvloed, hè, dat staat in de Bijbel. En Martin zegt dus van ja, dan worden we weer door de gek gehouden, want dit is de duivel. En, en die regenboog is juist het symbool van de vernietiging van de mens. En dan pakt hij daarbij aan van uh, die LHBTI-stroming. Waar hij geen voorstander van voor is. Ik ook niet hoor. Maar, maar dus die hebben dan de regenboog. En dat ziet Martin dan dus als een slecht ding. Dus is die regenboog een symbool van vernietiging. Oh ja, en dan dat in het boek openbaring staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Ja, zegt hij dat, Martin Freiland zegt dat, dat is nou, dat is de duivel, dat is, dat is een leugen. Er komt geen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus ja, de Bijbel is een fopboek waarin de mensen voor de gek gehouden zijn. En onze tv is een fop tv, ja, nou, dat, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Hè? Dus ja. En dat gedoe met uh, al die symbolieken die mensen gebruiken, die ons dan aansturen. Daar heeft hij ook gelijk in, hè? Ze gebruiken symbolieken, dat, dat is uh, voor mij erg duidelijk. Ik krijg een smsje binnen, dat is leuk. Is dat mijn dochter? Oh, die gaat straks wel binnen. Dat is goed. Nou, ik hoop dat jullie uh, daar wat aan gehad hebben, dat je dit een leuke bespreking vond. Misschien heb ik wat dingetjes overgeslagen. En uh, dan zou ik, als ik jullie was, het boekje zelf aanschaffen. Het zal denk ik niet zo duur zijn. Ik denk dat dit wordt uh, geprint op verzoek, hè? printing on demand. En er staan toch ook een aantal dingen in die ik dus niet wist. En die zal ik dan nu niet verklappen, anders heb ik alles verklapt. Maar er staan wat dingen in over connecties met de, ja, de Partij van de Dieren en bepaalde tv-programma's en personen. En Elon Musk die er. Ja, oh, er staat ook nog iets in over kwantummechanica en uh, daar denk ik dat hij de plank misslaat. En ik heb daarover een vraag gesteld aan hem en die heeft hij nog niet uh, beantwoord. Maar ik heb al twee keer een vraag gesteld. Ik heb hem één keer de vraag gesteld en ik heb hem een paar dagen daarna, namelijk vandaag, heb ik hem uh, nog een keer een boodschap gestuurd van: Goh, heb je die vraag van mij al voorbij zien komen? Over het twee-spleten-experiment van de kwantummechanica. Maar dat ga ik nou niet helemaal uitdingen. Hij komt of, Martin dus, met een antwoord op mijn vraag. Of ik moet in de gaten hebben dat hij echt niet met een antwoord op mijn vraag gaat komen. En in beide gevallen zal ik dan nog een keer ingaan op het twee-spleten-experiment. Dat was in de jaren 80 was dat een hot item in de populaire wetenschappelijke literatuur. En dat sloeg werkelijk nergens op. Maar dat ga ik nu niet uh, vertellen waarom. Dat doen we een andere keer wel. En het kort komt het erop neer dat de wetenschap die heeft niet een compleet beeld van dat wat wij de werkelijkheid noemen. Ze hebben de theorieën die elk voor zich een eigen voorspellende werking, een voorspellende kracht hebben, een voorspellende rijkwijd, dat kan je het ook noemen. Dus de relativiteitstheorie van uh, het team van Albert Einstein, onder leiding van Albert Einstein is dat tot stand gekomen. Ja, die theorie, die kunnen ze gebruiken om bepaalde astronomische verschijnselen te plaatsen, te verklaren, te voorspellen. En de kwantummechanica, die kunnen ze gebruiken om bepaalde atomeren, op hele klein deeltjesniveau, om die weer te kunnen voorspellen. En de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie, die staan volkomen los van elkaar en die zijn onverenigbaar. Die kunnen niet verenigd worden, dat weten wij. Dat is al lang zeker. Dan heb je ook nog de snaartheorie. Nou, dat. Ja, die snaartheorie heeft niks te maken met de kwantummechanica. En die heeft ook niks te maken met de relativiteitstheorie van Einstein. Ja, dat zijn eigenlijk de drie theorieën. En al die drie verhalen, ideeën over wat de werkelijkheid is, die zijn. Ja, die leveren ons deelvoorspellingen op. Dus het zijn deeloplossingen. En het deel wat ze oplossen is ook nog een keer een heel klein deel. Dus de kwantummechanica die vertelt bijvoorbeeld waarom het zo is dat het waterstofatoom zo in elkaar zit. En ik heb mij laten vertellen dat ze ook op die manier hebben verklaard waarom het heliumatoom zo in elkaar zit. Maar. Verder zijn ze niet gekomen. Dus ze hebben twee atomen, de twee simpelste atomen, namelijk waterstof en helium. Die hebben ze verklaard. Maar er zijn in totaal 118 van dat soort atomen. Als het er niet meer zijn. En daar kunnen ze echt niks over zeggen. De wetenschap heeft een. Ja, de wetenschap kan dingen voor elkaar krijgen en die zijn indrukwekkend. En wij kunnen dan van verbazing achterover vallen. Wow, wat indrukwekkend. Dus het kan heel veel indruk wekken. Maar dat is alleen maar de gewekte indruk. De wetenschap weet bijvoorbeeld niet waar leven vandaan komt, de wetenschap die kan ook niet. Leven uh, maken. De wetenschap weet dat uh, levende lichamen, zoals het lichaam van mij, dat bestaat voor het overgrote deel uit water, en voor een heel belangrijk deel uit koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor, een klein beetje, calcium, nogal wat. In mijn botten zit calcium in. Nou, kalium, natrium. We weten wel ongeveer de samenstelling van een menselijk lichaam. Maar we zijn niet in staat om. Uh, uit, uh, uh, met die ingrediënten. Want men neemt zoveel liter water. en dan zoveel gram koolstof. en zoveel gram stikstof. en zoveel gram fosfor. en zoveel gram calcium en zo. En dan, men roeren dat door elkaar en dan pief, paf, poef en dan heb je een nieuw mens. Dat kunnen wij niet. En dat vind je dan misschien niet zo merkwaardig, maar dat kunnen wij ook niet als het gaat om hele eenvoudige levensvormen. Wij kunnen niet eens een. Zoiets als een mos. Nou, veel simpeler kan je het eigenlijk niet hebben. Dat is. Um, er zijn mossen, de schier, nou, een... nou koraal, dat is toch eencellig? Nee, dat is niet zo, toch? Of wel? Maar dat zijn hele primitieve levensvormen. Zelfs die kunnen we niet maken. En neem de fruitvlieg, dat irritante vliegje... wat altijd in je bier gaat zitten als je periwinkel heet. Dat was denk ik gewoon een straf van God... om mij van het zuipen af te krijgen... dat hij de fruitvlieg op me afstuurde. Drosophilia heet het beestje... Maar van Drosophilia weten wij hoe het DNA in elkaar zit, helemaal. Dat is ook niet zoveel, het is een vrij simpel DNA. Maar met die kennis kunnen wij geen fruitvlieg maken. Maar heb je er ook niks aan, dus niemand heeft er zin in, maar we kunnen het ook niet. En als je je dan afvraagt, waar komt bewustzijn vandaan? Ja, dan kan je al helemaal naar huis. Dus Mensen roepen tegenwoordig dat kunstmatige intelligentie, Zo'n Elon Musk, die doet dan vrolijk mee. Ja. Maar ook Marcel Messing. Maar dan wel andere mensen ook hoor. Die, oh, de computer. Ja, dat computers kunnen denken, is dan dat ding. Ja, computers kunnen niet nadenken, klaar. Dus als je in een computer kan je een hele ingewikkelde rekensom intypen en dan doe je enter en dan en dan staat het antwoord daar en dat is dan een rekensom oplossen die uh, ja, een mens misschien wel uh, drie weken zou kosten ja, geef het getal piek tot op 600 decimalen ach ja dan maar aan staan maar een computer heeft dat zo voor elkaar, maar dat is niet omdat de computer kan nadenken. Ben jij hem af? Die kan rekenen en rekenen is iets anders dan denken. Bij rekenen is een onderdeel van denken. Dus dat onderdeel van denken dat wat we rekenen noemen, ja, dat kan een computer. Maar daarmee kan een computer niet denken. Een computer kan dus ook niet waarnemen. Ja, je kan een computer wel een elektrisch oog uh, erop monteren. En dat, ja, dat weten we allemaal. Dan, ik ben bij zo'n uh, instantie waar ik dan af en toe uh, kom. Dan hoef ik maar naar de lift toe te lopen. En ik hoef echt niet op een knopje te drukken. Er zit wel een knopje op hoor, om erop te drukken. Maar het slaat nergens op. Dat hoef je helemaal niet te doen. Als je alleen maar naar die lift toe loopt, dan gaat dat rode lampje van dat knopje gaat al branden. Maar dat is niet omdat die lift kan waarnemen. Nee, er zit een elektrisch oog. En dat knopje zit er alleen maar voor de vorm. Ja, voor het geval het elektrisch oog kapot gaat. Ja, waarom zou het elektrisch oog kapot gaan? Maar is er maar backup. Of voor de mensen die niet weten dat er een elektrisch oog zit. En die dan denken, hé, hey, waar is het knopje van de lift? Nou, heb je dus niet nodig daar. Want je hoeft er alleen maar voor te gaan staan en dan komt hij al. Dat is best handig. Dat is handig voor die mensen met een rolstoel. Er zijn er nogal wat daar, die hebben een rolstoel. Maar het is ook handig voor mij met mijn waskar. En dan kan ik zo rustig met mijn waskar aankomen rijden. en Dan zet ik mijn waskar voor de lift. En dan uh, gaat het rode lampje gaat een prompt aan. En even later bliep, gaat de deur open. En dan rijd ik zo mijn waskar erin. Ja, ik vind het wel handig. Maar een lift kan niet waarnemen... Er zit een elektrisch oog in, namelijk, en meer niet. Dat is geen waarneming. Dus, kijk, en de, dus de wetenschap weet helemaal niet zoveel. Nou, ze kunnen een auto maken en die kan van 0 tot 100 km per uur in 10 seconden. En wij denken, wauw! En dan zijn we dus al onder de indruk. Dat is wat de wetenschap kan. Of een heel hoog gebouw maken. Mijn vader zei dat nog eens. Hè, toen hij nog leefde natuurlijk. Dat hij zei van: Jongen. Ik zie de mensen, die zie ik gebouwen maken. En terwijl ze aan het bouwen zijn. dan vraag ik me af: van waar zijn ze nou mee bezig? En dan is dat gebouw helemaal klaar. En dan, dan, zie ik, dan denk ik: Oh, was dat de bedoeling? Maar om je eerlijk te zeggen, jongen. Ik snap helemaal niet hoe ze dat nou voor elkaar krijgen. Want ze beginnen zomaar ergens een beetje te heien en wat neer te zetten. En dan komt er een vrachtautootje langs en dan komen wat dingetjes uit. En dan, dan staan er van die bouwvakkers, die staan s'morgens om zeven uur met een radiootje aan. En die roepen wat naar elkaar. En even later staat er zo'n heel gebouw met... Gewikkeld met... Uh, allemaal dingen, en een hele architectuur. En mijn vader zegt, nou, ik, ik, ik snap echt niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. En dan heb ik denk ik wel een keer tegen mijn vader gezegd, ja pa, ze gebruiken Autocad. En dan mijn vader, wat? Autocad? Is dat net zoiets als Autohond? Nou, dan moeten we wel weer lachen. Dan gaan we het weer over wat anders hebben. Nee, maar ze werken met AutoCAD. Nou, ze doen het met AutoCAD. In AutoCAD ga je de autodinges... Uh, dat is zo'n tekenprogramma, maar dan heel ingewikkeld. Daar zitten zelfs de bestellijsten zitten erin. En dan teken je als architect maar gewoon wat jolige lijnen. En dan heb je van die jongens op HBO-niveau... En die nemen de tekeningen van de architect over in AutoCAD. En dan wordt het 3D erin gebracht. Met BG-functies. Ja, ik weet toevallig de term... En dan moeten die jongens en meisjes, zullen met name jongens zijn, die moeten een autocad aangeven van ja, dit wordt een balk, dit wordt zo en zo dik. En, en dan gaat de autocad, die gaat het helemaal uitrekenen die weet dan precies hoe het gekromd is en, en die print dan de dus snackjes uh, een onderdeel uh, op papier dan hè. En zo'n tekening, die een keurige printers een Autocad, waar precies op staat hoe dik alles is en welk materiaal en hoe zwaar het is. En dat gaat naar de, degene die dat even in elkaar gaat zetten. Op basis van staal of aluminium of wat je maar verzint. Er wordt in delen, er wordt zo'n heel gebouw in elkaar gezet en dat wordt dan allemaal volgens een tijdschema aangeleverd en die bouwvakkers die schroeven de hele boel in elkaar en dan zie je na verloop van tijd, hé, hey. mijn vader die begreep er helemaal niks van. Die wilde het ook niet weten hoor, dat, uh, hij snapt natuurlijk ook wel dat het met computers gaat, hè. maar voor hem was het allemaal ja, niet meer interessant begrijp ik ook. En zo zijn wij dus onder de indruk van wat de wetenschap allemaal produceert, maar het... eigenlijk stelt het niet zo gek veel voor. En er zijn er mensen die dan helemaal teleurgesteld van, ja maar ik dacht dat die wetenschap dat het juist dat, dat die ons zou gaan redden. Nee, hoe kom je erbij? Nee, hey, hoe kan de wetenschap ons nou gaan redden? Maar bottom line is uh, redden van wat? Van het feit dat wij een heersende klasse hebben van 1% en die duwen ons die seksuele genderagenda door de strot? Die verleiden onze kinderen? Wat idioterie? En die drijven eens in de zoveel maanden de btw weer een beetje omhoog. Moeten we daarvan gered worden door de wetenschap? Nou, ik dacht het niet. Die gaan gewoon lekker door. In 2017 kostte een ambtenaar van de Europese Unie... die kostte ons, de Europeaan... voor zover die geld had... en al die Europeanen die dus die poen niet hebben... bijvoorbeeld omdat ze net hier naar binnen zijn gekomen... omdat de Europese Unie dat vindt... Hè, dat er allemaal mensen van buiten moeten naar Europa toe. Die mensen zijn zo arm als de neten... Ja, die kunnen niet betalen, maar wij die nog geld hadden wel. En wij betalen dan voor een EU-ambtenaar. betaalden voor een EU-ambtenaar in 2017 iets van 385.000 euro per jaar. Per ambtenaar. Nou, nu zijn we drie jaar verder. en ik denk voor 2020 dat diezelfde ambtenaar. voor dezelfde hoeveelheid non-werk. wat die ambtenaar doet, namelijk helemaal niks. Uh, dat diezelfde ambtenaar nu... Ja, wat zullen we zeggen? Wat, wat zou die nou kosten? Wat, wat denk jij? Ik pak even een spreadsheetje erbij, hoor. Kijk, daar heb je wel wat aan, hè. Dat is wel weer vooruitgang, gewoon even een spreadsheetje. Dan heb ik dus... 3, 8, 5, dat is dan nu, hè. En dan, dan is... En dan... Die... keer... 1.05... En dan zit er 5% bij. Dus in 2018 was dat dan... 404.000 euro. En dan was het in... 200... 2019... Moet het geweest zijn... 424.000 euro. En dan voor 2020 staan we op de lijst voor. Oh, wat doe ik nou? Uh, voor, de, voor 2020 kost diezelfde ambtenaar ons 445.000 euro. Schat ik. Dat oh, is een mooi bedrag, vind je niet? In guldens uitgedrukt, dat kan ik ook nog even doen. Ja, dat is dan is dat keer 2.231. Ja, dat is even in nul decimalen. Dus dan voor 2020 schat ik nu ja, dat een ambtenaar bij de EU ons 994 miljoen gulden gaat kosten. Eén ambtenaar uh, 1 miljoen gulden. Maar kennelijk zijn wij heel erg rijk dat je uh, zoveel geld over hebt. Voor een ambtenaar. Eén ambtenaar. Hè? Wij hebben. Ja, in guldens uitgedrukt. Hebben wij miljonairs als ambtenaar. Want als je dit. Per jaar mee naar huis neemt, ja, heb je toch een beetje aftrek van kantoorkosten en zo. Maar ja, dat zal ook niet al te veel zijn. Ik, wat heb je nou aan kantoorkosten nodig per ambtenaar? Ik bedoel, als je een hele dure ambtenaar hebt, zou je kunnen zeggen, nou een ton in guldens aan kantoorkosten. Ja, dan gaat die ambtenaar nog steeds naar huis met 900.000 gulden per jaar. Nou, dan ben je al snel miljonair, wat mij betreft. Miljonair zoals als ambtenaar. En dan geloof je mij misschien nu niet, maar dat komt omdat jij dan niet geluisterd hebt naar die uitzending die ik gehouden heb over de EU-begroting. Want de EU-begroting van 2017, die hebben die sukkels op het internet gezet. Ja, dat moeten ze vooral doen met een burger zoals ik in Europa. Ik pak gelijk mijn spreadsheet erbij en ga berekenen. rekenen. Zo weet ik ook dat een ambtenaar in 2017 385 euro per jaar kostte. 85.000 euro per jaar. En zij dachten waarschijnlijk: van nou we gaan er die, die gegevens zo. Uh, ze hebben dan wel alles op die website gezet, maar niet heel overzichtelijk. Dus, ze gingen er dan denk ik vanuit: van nou ah, ja, dit is een, eh, om er dan allemaal achter te komen wat het nou precies in de hand is, uh, moet je zoveel uh, over gaan typen en verzamelen. Dat doet niemand. Nee, behalve Periwinkel natuurlijk, en die gek. Ik ben er bijna een hele middag mee bezig geweest. Alles op de hand, uh, op, de, op de website zo, wiep, zo te selecteren. Copy. En dan naar uh, mijn platte tekstverwerker, de paste. Dan heb je alleen maar de ASCII tekst. En dat weer kopiëren en dat in de spreadsheet zetten. Dat is veel werk hoor. En dat moet je dan ook nog land voor land doen. Categorie voor categorie. In totaal was dat toch een heel aantal keertjes. Klikken de klik en uh, paste, paste. Uren mee bezig geweest. Ja, zo weten we het dus. Kijk, en dat is een groot probleem. En hier gaat de wetenschap uh, daar niks aan doen. En andere dingen die uh, zwaar fout gaan in de wereld. Oh, en, en dat iets met, met energie of zo. Hè? Met energie is niks aan de hand. De hoeveelheid kolen en de hoeveelheid aardolie die er is. Dat zal op een dag op zijn. Want ik geloof niet dat het abiotisch is en dat dus materie uit het niets ontstaat vanuit de kern van de aarde. En de reden waarom ik dat niet geloof is omdat niets uit niets ontstaat. Tenzij je het hebt over het universum, dat is geschapen door God. Maar dat was ook de enige keer dat er dus. Uh, door het bewustzijn, het universum werd gecreëerd. Dat is het enige dat ik geloof. Ik geloof voor de rest niet in het ontstaan van zomaar materie. Nou, dus over een tijdje, is koolstof en een, een aardolie en aardgas. Ja, het zal leuk dus over een tijdje op zijn. En ik heb al gerekend aan de hoeveelheid zonne-energie wat dagelijks de aarde bereikt. Dat is fenomenaal veel. En die omschakeling naar zonne-energie, dat zal wel wat voeten in de aarde gaan hebben. En op, ja, ze maken er nu een heel groot probleem van. En dan wordt het heel saai en vervelend. Maar als je dat heel relaxed aanpakt, is er helemaal niks aan de hand. En we gaan denk ik waterstof als brandstof gebruiken. Lijkt me wel heel voor de hand liggend. En voor de rest met het milieu, ja is er niks aan de hand. Je hebt bevolkingsgroepen en die zijn heel erg slordig met hun afval. Culturen moet je denk ik zeggen. Bepaalde menselijke culturen zijn heel erg slordig met afval. Die dumpen het gewoon overal. En hier in het noorden van Europa en in Noord-Amerika doen wij dat echt niet. Dat zijn gebruiken, dat vind je alleen maar op uh, lagere breedtegraden. En in China. Ik denk ook in Japan dat ze erg netjes doen. Maar meer de, hoe dicht je bij de evenaar komt. En zeker als je onder de evenaar komt. Uh, daar wordt... Erg slordig omgesprongen met afval. En die mensen creëren dan een milieuprobleem. Maar ja, niet voor ons. Die creëren een milieuprobleem voor zichzelf. En is dat ons probleem? Nee, niet echt. Global warming speelt helemaal niet. Er is geen substantiële temperatuurverhoging gemeten hier in Nederland. Dus misschien wel op bepaalde plekken op deze wereld wel, maar niet in Nederland. Dus wij hebben voorlopig nergens last van. De zeespiegel stijgt ook niet. Ze dus 1,7 mm per jaar, maar dat stijgt hier al sinds het begin van de 18e eeuw. En toen was er nog helemaal geen industriële revolutie. Dus. Nee, met milieu is niks aan de hand. En met het uh, klimaat dus ook niet. Met de energievoorziening ook niet. En de bevolkingsgroei, ja, de, vooral in de landen waar ze heel slordig omspringen met het milieu, in die landen zie je een enorme groei van de bevolking. Dat lijkt mij geen goede combinatie. En in de, in de landen waar men veel milieubewuster is, daarin zie je hele lage. Bevolkingsaanwinst. Of eigenlijk moet je zeggen, daarin daalt de bevolking. Hier in, in Nederland daalt de bevolking per generatie met 35%. Dus we hebben nu 10 miljoen Nederlanders en over 25 jaar zijn dat er. Dus 10 miljoen min 35% zijn dat nog 6 miljoen Nederlanders. En het aantal Nederlanders gaat stijgen, maar dat is de immigratie. Er komen in Nederland wel een hele hoop mensen bij, dat wel. En die komen dan met name uit die landen waar men niet zo milieubewust is. Dus ja, ja. <laughs> dat moet ik eraan toevoegen, hè. De EU wil dan kennelijk dat wij die mensen milieubewustzijn bijbrengen. Maar dat staat toch niet in onze taakomschrijving, of wel? Nee, dat was dan even een mooie afsluiting, uh, maatschappelijk gesproken. Het ging natuurlijk over de boekbespreking van uh, uh, Martin Vrijland, zijn boek, De werkelijkheid zoals we die kennen. Ik ben het helemaal eens met Martin dat de werkelijkheid die ons gevoerd wordt op tv. Dat is niet de werkelijkheid. Dat is een soort simulatie en wij krijgen dingen voorgeschoteld en die worden voorgebakken en ze zitten ons voor de gek te houden. Ik ben het niet eens met Martin dat Johannes, de auteur van het vierde evangelie en de auteur van het boek Openbaring, dat dat een leugenaar is en dat het een man is waarvoor je moet oppassen. Maar goed, dat is mijn mening en Martin Vrijland mag zijn mening hebben. Ik ben het niet eens met Martin dat de God van de Bijbel eigenlijk de duivel is. Maar ja, ik mag mijn mening hebben en Martin mag zijn mening hebben. En dat verhaal over de, dat proto-Saturnus mini-universum met een eigen atmosfeer. waarin toen de Aarde zat. En, en Mars. En dat dat elektrisch geladen was. En enkele duizenden jaar geleden is dat mini-universum in ons zonnestelsel uh, geïntegreerd. En dat was het moment waarop. ...de voor de gek houderij begon. En degene die erachter zaten, dat waren Lucifer en Maria. Lucifer en Maria, beide van de Bijbel. Lucifer uit het Oude Testament en Maria uit het Nieuwe Testament. Ja, dat geloof ik nou, niet. Maar ik geloof dat niet en Martin Vrijland gelooft dat wel. En we hebben allebei het recht om te geloven wat we willen... Nou, ik hoop dat je dit een uh, goede bespreking vond. Uh, ik hoop vooral dat degene die mij het boekje heeft bezorgd, dat die blij is met uh, het feit dat ik het gelezen heb, punt 1. En dat ze een beetje tevreden is over de zorgvuldigheid waarmee ik het gelezen heb en het besproken heb. En dit boekje gaat fijn bij mijn verzameling boekjes die ik gelezen heb. En tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers heel traditiegetrouw. Tjus en dag lieverds.